Hallo beste kijkers, welkom bij alweer de derde aflevering van Palet TV. We gaan beginnen met Lenne met... die staat bij de verkeersveiligheidsdag van groep 8. Achter mij ziet u al een vrachtauto, waarin ze laten zien wat eigenlijk een dode hoek is. Ik heb ook al twee brandweermannen gezien en één politieman. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat dat is, die dode hoek. Laten we snel gaan kijken. Wat is dat nou eigenlijk, een dode hoek? Een dode hoek is dat gedeelte waar de mens staat op de weg, wat die de chauffeur niet kan zien. Dat de chauffeur dus die persoon niet kan zien. Dat is de dode hoek bij de vrachtwagen. Oké, en dan gaan jullie nou aan de kinderen laten zien wat er eigenlijk allemaal is in ze. Ja. Zo, aan de voorkant. En aan de zijkant van de auto. En dan moet degene die achter het stuur zit van de auto, die moet kijken of hij ons kan zien. Ik zie hem niet. Hebben jullie mij gezien? Nee. Dat is de dode hoek bij de vrachtwagen. Oké. Zo, dus u bent de fietsenmaker? Dat klopt, ja. Ik werk hier in Hapert bij Hermans. Ja. Oké, en ga je uitleggen hoe een fiets in elkaar zit? Vooral over de veiligheid van de fiets. Verlichting, reflectie en ja, dat mensen veilig op school kunnen komen. Oké, en doe je vaker zoiets vertellen voor een groep? Dit is nu het derde jaar dat ik het doe, ja. Oké, dus jij gaat ook voor veilig naar school toe kunnen gaan? En... Ja, veilig naar mijn werk vooral. Ja. Oké. Zo, dus u bent met openbaar vervoer hier gekomen? Nee, ik ben niet met openbaar vervoer gekomen. Dat zou je misschien wel denken, omdat ik een praatje hou over het openbaar vervoer. Ik ben met mijn eigen auto gekomen. Waarom ook? Omdat ik de scholen in Hapert, Blaat, voor de klas staan, vind ik... Echt heel leuk en de mensen zijn echt geïnteresseerd en ze luisteren aandachtig. Bevalt me zo heel goed. En bent u normaal buschauffeur? Ik ben in het dagelijks leven ben ik buschauffeur. Zo, dus u bent politieman? Ja, ik ben bij de politie. Kunt u dat bewijzen? Ja, dan pak ik mijn legitimatie bij eens even. Ja, jij moet ook kijken, want jij hebt een vraag gesteld. Ja. Ziet hij er echt uit? Het is hemzelf. Ja. Ja, maar wel zonder baard. Doet u dat elk jaar, net zoals de anderen, zo langs de scholen gaan? Op de verkeersveiligheidsdag, de dode hoekspiegel. Ja, dit is nou het derde jaar achter elkaar dat ik het doe. Ja. Okay. En vindt u het leuk om zo voor een groep te staan? Ja, want ik vind het ook heel belangrijk dat kinderen goed verkeersonderwijs krijgen. Het is heel belangrijk dat ze zich veilig op de weg kunnen begeven, natuurlijk op de fiets. Doet u ook met andere verkeerslessen of niet? Ja, ik geef ook gewone verkeerslessen op basisscholen in de voorbereiding naar het fietsexamen op de basisschool. Dankjewel. Okay. Wat is nou eigenlijk vrijwillige brandweer? De vrijwillige brandweer, dat is een brandweer die het personeel berust op pure vrijwilligers. En die vrijwilligers zijn mensen die dus gewoon in het bedrijfsleven werken. En dan opgepiept kunnen worden om een taak bij de brandweer te doen. Dat is de vrijwillige brandweer. En moet je daarvoor ook naar school toe of zo? Ja, wij hebben de gewone opleiding als de beroepsbrandweer. Wij moeten hetzelfde leren en kunnen als de beroeps. Maar we moeten in principe hetzelfde doen. Oké. Dankjewel. Dat was het dan voor de verkeersmiddag. Moet ze eens vaker doen met een chirurg misschien wel, of een modeontwerper, of iemand met bloemen, of een profvoetballer, of... Dat was het dan. Terug naar de studio. Dat was interessant, Lenne. Nou, laten we nou eens gaan kijken wat Sophie weer heeft gevonden. Sophie, jij bent... Oh ja, ik ben er weg. Dat was de Sophie. Die komt nooit meer op tijd. Hoi beste kijkers, leuk dat jullie weer naar de gevonden voorwerpen kijken. We gaan even kijken wat we allemaal hebben. Een kikker met een fietssleutel eraan. Of ja, het kan ook een huissleutel zijn. Ook hebben we twee broodtrommels, eentje van het huis Anubis en een fel oranje. Zo te zien hebben we ook twee vesten. Een zwarte. En een rode met kraaltjes. En we hebben een mooie, waardevolle, zilveren armband. Als je denkt dat je weet of het van jou is,
Dan kan je even naar de conciërge om het op te halen. Doei! Bedankt Sophie. Het volgende item heet WID. Met andere woorden, waar is dit? Wij laten u door Joy gemaakte foto zien. Deze is gemaakt binnen het palet. Weet u waar het is? Antwoorden kunt u mailen naar palettv of in onze brievenbus stoppen. Die hangt bij groep 7 en 8. Welkom bij WID. Raden jullie maar eens waar ik deze foto heb gemaakt. Kijk voor de oplossing naar de volgende uitzending van Palet TV. Nog een nieuw onderwerp: internetgames. Ben benieuwd welke drie games deze week de favoriet van Roy zijn. Roy Games dus. Hallo, hier zijn de spellen voor de jongens. Natuurlijk de drie leukste en de meiden en saaiers, die laten we maar even zitten. Hier, op nummer 3. Slopen met de Simpsons. Je moet Homer's familie proberen te redden met een sloopkogel. Hoe verder je hem slaat, hoe meer je hem kan krijgen. De sturing is door de pijltjes toetsen. Sorry dat de politieagenten er bijna niet achter komen. Maar ja. Nummer 2 staat Alias Runner. Dat is een leuk spel, want je moet er heel hard voor racen om de achtervolgers te slim af te zijn. En ik weet lekker een paadje waardoor je ze bijna altijd slim af bent, maar dan komen ze er nog wel achteraan, dus je moet snel zijn. Als er net zoals mij, nou, druk in mijn auto zitten, dan pak je een schroevendraaier, zoals deze. Als je benzine bijna op is, dan pak je zo'n ding. Het derde spel is Pandora. Het is een leuk spel, want je moet van alles wegrennen. Bijvoorbeeld voor deze stier. Pandora staat op miniclip.com. Dat is ook een hele leuke site, want je kan er nog van allerlei andere leuke spelletjes vinden. Ik vind zelf Miniclip de leukste site die er is. Dit was het. Volgende keer weer met de leukste spellen. Alleen dan voor de meiden. Saai. Doei! En dan nu het laatste en spannendste onderwerp, de overval. Aangezien ik dat zelf presenteer, moet ik nu weggaan. Maar reacties hier hè, of in die brievenbus. Dit was Palet TV. Graag tot de volgende keer. Stop. Oh. Zo. Yes! Hallo, ik sta hier bij de klas van juffrouw Lia, groep 8B. En die gaan we nu overvallen. Hallo juffrouw Lia, zou ik jou een paar vragen mogen stellen? Hoe oud ben je? Nou, ik ben nog 49. Wat is je lievelingskleur? Oranje. Wie is de liefste van de wereld? Ja, mijn man natuurlijk. Ja, dat dacht je. De cameraman denkt dat de cameraman de liefste van de wereld is. Nee, mijn Peter. Nou ben je juf, maar wat wou je eigenlijk worden? Ik wou altijd juf worden. Waar heeft u spijt van? Spijt? Dat ik niet nog een wereldreis heb gemaakt van een jaar of zo. Oké, dankjewel. Ja, nou, dan gaan we nu weer weg. Doei. Nou, dit was de juffrouw Lia. Ik vond ze super. Bent u de volgende? Terug naar de studio. Oh nee, we hoeven niet terug naar de studio. Tot!
tot de volgende!